Een keuzevraag als het gaat om besturen. Mee in de vaart de volkeren, reuring is of voorzichtigheid is geboden? Das heeft echt al heel lang de cultuur van voorzichtigheid. En het geldt ook een beetje voor de regio. Het is niet alleen maar dorp Dalsum of dorp Nieuw-Leuzen. Het is breder. Maar we hebben het bestuurlijk, denk ik, in onze gemeente wel heel lang toegepast, die voorzichtigheid. Het heeft ons ook geen windeieren gelegd, dat moet ik eerlijk bekennen. Dat betekent, een van de voordelen daarvan is dat we gewoon een financiële hele degelijke positie hebben. Mm-hmm. Ik vond ons te voorzichtig. En de afgelopen, ik hoop dat we dat in mijn periode in ieder geval niet geweest zijn. Dat we wel degelijk gekozen hebben voor forse investeringen. Dat was op dat moment ook echt nodig. Voorzieningen gingen achteruit. En de kwaliteit was onvoldoende. We hebben op een aantal punten echt sprongen gemaakt. Speel is daar een voorbeeld van in Nieuw-Leuzen, maar het betreft Koelen ook. Potstal en Hoornhorst. We hebben toch in alle dorpen, in alle kernen hebben we een bibliotheek. Mm-hmm. Het is niet alleen maar ons voorzienste, hè, ook verdienste van het bestuur van die bibliotheek. Maar toch, we zijn redelijk op peil. En ik vind dat we daarmee door moeten gaan. Ik vind dat de gemeente Dalsen ambitieus moet zijn. Op het gebied van duurzaamheid mogen we best voorop lopen. Mogen we ook risico's lopen. En mogen we ook investeren in dingen waarvan we niet zeker weten of het goed gaat. Dat is nodig. Mm-hmm. Die risico's lopen is nodig om vooruit te komen. En wij hebben ook een goede uitgangspositie om dat te doen. Want we zijn financieel gezond. We hebben een redelijk stabiel bestuur. Verhoudingen in de raad zijn goed. Dus niet op je lauweren rusten. Zeker niet denken, rustig aan, dan breekt het lijntje niet. Nee, tempo maken. Dat is echt noodzakelijk, tempo maken. Ja, zou mijn advies wel zijn.